Er is werk aan de trambaan op het Haarlemmerplein. Het spoor is versleten en is daarom toe aan vervanging. Dat de trambaan vervangen wordt, ja, ik vind het heel fijn. Dat was natuurlijk al heel lang achterstallig onderhoud. Dus daar zijn we wel blij mee. Ja, de herrie is wat minder. Ik heb er geen last van, ik vind het prima. En ik hou van lawaai, van drillboren, kettingzagen. Alleen mijn hond is een beetje bang voor dit allemaal, dus dat is jammer. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van het beton waar het spoor op ligt. De grootste uitdaging van ons werk is de balans tussen voldoende werkruimte en zo min mogelijk hinder voor overige verkeersstromen. We moeten ook kijken naar de taxistandplaatsen en de tijdelijke haltes van de bussen. En we hebben dat allemaal zo goed mogelijk een plekje gegeven. Nou, naast dat de buurt wat geluidsoverlast ervaart van de werkzaamheden, zijn er ook een aantal aangepaste looproutes voor de voetgangers en een aantal andere fietsroutes. Ook de bushaltes zijn naar een andere positie gelokaliseerd. De gevolgen voor het verkeer zijn minimaal. Het doorgaande verkeer kan gewoon om het werkvak heen rijden. Het is wel zo dat de taxistandplaatsen naar een andere locatie zijn verhuisd. En dat de bushaltes zijn verhuisd naar de Haarlemmer Houttuinen. De werkzaamheden duren tot zaterdag 5 juni. Als de werkzaamheden gereed zijn, dan kan het spoor tot 30 jaar mee. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.